Het veiligheidsgevoel van de gemeenschap in Ikeri zal opgekrikt worden. Dit zei justitieminister Kenneth Amoxie zaterdag tijdens een persconferentie in het reisdistrict. De bewindsman zegt dat er besprekingen zijn geweest met de districtscommissaris en de lokale politie over maatregelen die getroffen zullen worden om de veiligheid te verbeteren. Wat hebben we besproken? Voor wat betreft het functioneren van de politie. Tevreden relatie, maar daarnaast de versterking. We zouden hier bijvoorbeeld de reservepolitie kunnen introduceren ook. Daarover hebben we ook gesproken, hoe we deze opleiding zouden kunnen faciliteren. U weet bijvoorbeeld dat ik commissaris Chakot heb benoemd als landelijke coördinator reservepolitie en ook de verzorging van BAVP training. Amoxie zegt verder dat het verzorgen van de training voor buitengewoon agent van politie ook aan de orde is geweest, evenals de behoefte aan buurtmanagers in hun district. Maar we zullen, dus de politie zal samen met de DC nagaan hoe ze zo snel mogelijk invulling daaraan kunnen geven. Ook de bikersunit, om de bikers in het district te versterken, om die unit te versterken. Ze zijn al hier. Dus bepaalde onderwerpen die ik ga bespreken, heb ik ook al besproken met de regiocommandant, meneer Jeffrey. Met meneer Jeffrey van Kooten, om samen met de DC na te gaan hoe invulling kan worden gegeven aan deze issues. We hebben ons ook georiënteerd op de backtrack route. En ook gekeken naar welke faciliteiten daar gebruik geïntroduceerd zouden kunnen worden. De minister vindt dat een effectiever optreden van de politie en het leger vereist is bij de Baktrak-route. Volgens Amoxie moet ook gewerkt worden aan de introductie van tolheffing bij bruggen.